Ja, er is een behoorlijke brand geweest vannacht hier in Etten-Terborg. Heeft een schuur in brand gestaan en vervolgens ook een behoorlijke stapel met stro. En aan de eerste oorspronkelijke schuur die in brand is gevlogen, stonden ook nog weer een aantal andere schuren. Dus we zijn behoorlijk druk geweest vannacht en nog steeds. Ja, hoe kan er zo in één keer brand komen hier? Dat was op zich wel een beetje vreemd. Maar ja, eigenlijk hebben we niet meer nagedacht, want het was gewoon een ontzettende vuurzee. Maar goed, gelukkig stond de wind voor onze woning goed, voor de buren minder. En die zijn ook niet meer hun huis uitgegaan, die moesten er ook uit, want de vonkenregen ging ook die kant op. Ja, die zijn uit voorzorg hebben die de nacht elders doorgebracht. Er lag een aantal asbest golfplaten op het dak. Nou, die zijn bij de brand betrokken geweest en vandaag wordt verder uitgezocht in hoeverre dat nog verspreid is. In eerste instantie lijkt het dat vooral op eigen terrein hier is neergekomen.